Ik heb vandaag een bijzondere dag in Boxmeer, want er gebeurt heel wat. En hier staat iemand bij me die er alles van kan vertellen. Maurice de Best en ik ben voorzitter van de Boxmeerse Zwem- en Polo Club. En wij vieren vandaag het 60 jaar bestaan. Kun jij iets meer vertellen van hoe het ontstaan is op 60 jaar, een hele tijd? Want toen was die zwembad er nog niet, hè? Dat klopt helemaal, Mientje. 60 jaar geleden, toen onze vereniging werd opgericht, was er eigenlijk vooraf een andere vereniging die een paar jaar actief is geweest. En die heette de Maaszwemmers. En uit de overgebleven leden, dus 60 jaar geleden, is het MPC ontstaan. En zoals het de Maaszwemmers al aangeeft, er werd toen ook gezwommen in de Maas. En dat gold ook voor onze vereniging de eerste paar jaren. Totdat in 1965 het burgemeester Nolet-pad werd geopend in Boxmeer. En toen konden wij met de vereniging naar het verwarmde buitenbad. Maurice, fijn dat we dit al hebben. Ja, precies. Ja, en meteen goed. Dus. Ja, het proces. Ja. Aangeboden. Dus misschien is daar nog een kleine tip om eens over na te denken, ja, binnen de gemeente. Maar we hebben gekozen om het geld dat wij dadelijk gaan doneren, bij elkaar zwemmen, te doneren aan de... Het gehandicapte team van de hockeyvereniging in Boxmeer, die zijn ook hier. Hè? En straks, als de banen gezwommen zijn, dan gaan we daar een mooi bedrag van overhandigen. Dus zo ziet de dag eruit. En daar ga ik het bij laten. En dan wou ik nog even het woord geven aan mevrouw Hendricks. Ja, dankjewel voor... dat ik hier mocht komen. Het was de uitnodiging die we vroegst binnen hadden in januari al, om er zeker van te zijn dat ik zou kunnen. En ik doe dat ook heel graag, want ik ben ook geweest, ik hoorde net weer met het 50 jaar in bestaan. Dat lijkt allemaal heel lang geleden, maar in mijn hoofd is dat niet zo. Toen hadden we met het scorebord nog van doen, hè, dat we toen hebben kunnen realiseren eigenlijk. Ik denk zelf, wat jullie doen, en je zegt nu, van voor de gehandicapten of mensen hè, die wat meer hulp nodig hebben. Dat hebben wij nog niet. Dat willen wij wel graag doen. Nou, laat maar weten wat daarvoor nodig is. Want dit is wel het streven, ook van de gemeente. Want ik heb, behalve sport, heb ik ook gehandicaptenzorg in mijn portefeuille. En zou het natuurlijk ideaal zijn als dat weer kan. Ik ben even de geschiedenis ingedoken. Zoals jullie het zwembad induiken, dan doe ik de geschiedenis. Ik heb gezien dat in 1844 het waterpolo is ontstaan. En dat was een soort handbal, zeiden ze, onder water. Ik vind het prachtig dat dat hier kan, in Boxmeer. En je zei net van, ja, we zijn naar Maastricht geweest. Maar jullie zijn volgens mij onder Kuik. Zeker. Want dat hoor ik nog van mijn collega wethouder wel eens. Ja. Maarten. Ja, hij is nu gestopt. Hij heeft natuurlijk gedacht, als wij toch, dit wordt niet uitgezonden. Als wij toch één gemeente worden, ja, wat heeft het dan nog voor zin als ik van Boxmeer probeer te winnen? Dus hij is in ieder geval gestopt. Ik weet, de rivaliteit tussen Boxmeer en Kuik is ook altijd geweest. Ook een goede rivaliteit, is altijd goed. Als je een sport moet proberen te winnen. Ik ben zelf heel erg blij dat wij dan in de oude gemeente Boxmeer het voor elkaar hebben gekregen om hoogkoor op te knappen, want we hebben hier toch een prachtige accommodatie en natuurlijk het zwembad kan natuurlijk veel groter, kan veel beter, maar wat wij hier nog kunnen, dat vind ik wel een basis die we eigenlijk ook voor Boxmeer moeten behouden. Dus ik ga mijn uiterste best doen in 2024, geloof ik, neem ik een contract af hier met Optisport. We gaan kijken naar de verlenging. Ze hebben in het verleden al eens aangegeven dat ze dat heel graag zouden doen. Ik vind het nogmaals ontzettend belangrijk dat deze sport hier kan. En ik zie het, jullie hebben een stabiel aantal leden, nou prachtig. En ik zie, je zegt het al, ik zie een jong, oud, ik maak echt verschil tussen heel oud, wat ouder en jong. En ik werd al een beetje kleiner en met naast mijn mevrouw Wever, die werd ook al wat kleiner, heel oud, dachten wij aan Mientje. Maar nee, maar als ik hier zie de jongeren aan was, en dat, daar moeten we het van hebben. En dat geldt ook voor het bestuur straks, maar ik zie het bestuur hebben jullie nog kunnen kleden. En het is een bloeiende vereniging. Het is een vereniging die stabiel is, die in het verleden buiten begonnen is bij de familie Bekkers, waar Ada Kok nog herinneringen aan heeft, hè, die hier is geweest in de Boxmeerse. Nou, dan denk ik, deze vereniging die moet zeker, en laten we nu uit, het is nu 60 jaar, zullen we afspreken dat we 75 jaar vieren. Dat is heel goed. En ja, wie weet straks weer wat ook, maar wie weet het nooit, dat zeg ik niet. En jij ook.
Jij ook op de fiets. Maar ik hoop echt dat we dit nog heel lang kunnen doen. Heel veel mogen vieren. Ik wens jullie voor vandaag een hele, hele mooie dag. Ik heb een klein presentje zoals we dat doen. Van de gemeente Landverkuik. Op de gemeente Landverkuik. Heel veel plezier vandaag. En ik ga verder op de fiets wat je nog in de start. Dan gaan we doen. Dankjewel. Ja, dan gaan we bijna beginnen, hè? Maar niet voordat, we hadden ook een klein presentje voor jou, dat ik mocht jou zeggen. Ja. Een lekker flesje en de link naar onze club. Dit is een flesje Leon. De brouwer, of de likeurstoker, is ook lid van onze vereniging. Oh, okay, okay. Net zoals zijn vader en zijn moeder, die de appels en de peren telen. Dus we vonden het wel aardig om jou daar mee te doen. Kijk, bedankt. Alsjeblieft, en dankjewel. Heel erg bedankt.